Militairen zijn op dit moment bezig met het plaatsen van spoordelen bij Nationaal Monument Kamp Vught. Nationaal Monument Kamp Vught wil namelijk de deels nog zichtbare sporen uit de Tweede Wereldoorlog weer helemaal zichtbaar maken. Bij de spoordelen komen panelen met historische foto's, informatie en citaten. Tot 1948 lag in de Vughtse Heide een speciaal aangelegde spoorlijn naar Kamp Vught. Over dat spoor reden ook verschillende deportatietreinen. Een paar jaar na de oorlog werden delen van het spoor verwijderd en die komen nu dus weer terug. En in Vught is verslaggever Hannelore Struis. Ja, Hannelore, het klinkt allemaal heel ingewikkeld. Hoe gaat het nou precies in zijn werk? Ja, je ziet hier achter mij, er wordt een heel oud spoor wordt weggelegd. Exact op de plek waar vroeger dat spoor naar Kamp Vught gelegen heeft. Nou, het is een oud spoor, maar het is niet het spoor dat ook daadwerkelijk daar gelegen heeft. Het is wel een spoor dat ongeveer uit die tijd komt. Dat hebben ze weggehaald in de spoorzone in Den Bosch. En directeur Jeroen van den Einde van Nationaal Kamp Vught, die legt uit waar dat spoor nou voor diende. De spoorlijn is eigenlijk aangelegd om vliegtuigwrakken aan te voeren en schroot af te voeren als het eenmaal uit elkaar was gehaald. Dat gebeurde in het kamp. Dat waren vliegtuigen die boven Nederland waren neergestort. Het Amerikaanse, Engelse en Duitse. En die werden dan naar Kamp Vught gebracht. En dan moesten ze door gevangenen gesloopt worden, uit elkaar gehaald worden. En die materialen die konden weer worden hergebruikt. Daarvoor is deze lijn aangelegd. Maar hij is uiteindelijk ook gebruikt, 4 keer, om gevangenen af te voeren. Ja, die spoorlijnen die zijn nu al te zien. Volgende maand komen er ook borden bij te hangen. En dan weet ook iedereen wat er nou precies is gebeurd hier. Hannelore Struis vanuit Vught, dankjewel.